Dat is nog triest om je server zelf te besturen. Dat... Oh, dat klikje, dat klikje. Ik kan niet schieten. Dat klikje, man. Jongen mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video met mijn kanaal Gamesville. En in deze video, zoals je kan zien, spelen we met de HLX 4. Natuurlijk de, ja, de andere schietende wapen die ik uit mijn laatste supply drop video heb gekregen. En ja, dit wapen is op zich niet echt het wapen waar ik denk van, dit is echt een ziek wapen. Het is een wapen wat apart schiet. Je schiet gewoon automatisch, het is een submachine gun. Alleen wanneer jij je R1 of R2, ik weet niet waar je mee schiet, loslaat, doet hij zo'n klikgeluid als je hoort. En ik vind het wapen, je moet in één keer door blijven schieten, wil je een kill krijgen. Ik vind het wapen persoonlijk niet echt chill, maar ja, ik dacht van, weet je, we moeten er wel gewoon even een lekker videotje mee opnemen. Dus ja... Je moet gewoon helemaal mee doorsprayen, zeg maar. Het is gewoon een spraywapen, dat is het. Ik heb er nog alleen de reflex op geunlocked. Dus ja, we spelen alleen met de reflex erop en de quick draw. Ik wil natuurlijk... We hebben net grip geunlocked. Dat wou ik eigenlijk hebben. Dus ja, dat is sick dat we dat hebben. Maar hij is op zich wel sterk, maar dat... Met dat klikgeluid, ik vind dat zo... Rukt systeem, zeg maar. Ik vind dat... Het is totaal niet mijn type van wapen. Want ik hou gewoon lekker van op mijn eigen moment. Of gewoon lekker doorschieten als je moet schieten. En niet dat er zo'n. Als je stopt met je R1, dat er gelijk weer. Dat je zo'n soort reload dingetje eigenlijk krijgt. Dat is. Ja. Maar ja, het is een apart wapen. Het is wel een geinig wapen. Ik ben er blij mee dat ik überhaupt weer een wapen. Ja. Dat we dit wapen hebben gekregen. Dus ja. Let's go, let's go. Spelen trouwens een kick of fun potje op de map. Holy shit. Evac. Hij liep hier om, ik zag hem hoor. Ik zag hem in je rug, jongen. Ja, hoe kan ik het weten, jongens? Hoe kan ik het weten, jongens? En er zit er nog één in mijn rug. Spannen allemaal. Mijn team is, kom op, jongens. We moeten dit even winnen, man. We moeten het even wat meer op die doctex afgaan. Ik ga een beetje vaak dood, zie ik. Ja, het is voor mij ook een heel ander wapen dan wat ik normaal gebruik. Dus ja, ga ik een goede score raden? Ja of de nee? Ik probeer het, dat zeg ik eerlijk. Oh, even achterblijven. Mooie line strike op één teammate. Die teammate voelt zich even kut. In mijn rug. Oh, hij is dood. Lekker teammate. In je nek? Heb ik hem? Heb ik hem? Ja of nee? Oh my god, ze zit met de... Jammer, jammer. Ik heb het altijd. Als ik op iemand richt, dan zit er gelijk ook iemand rechts van mij. Zodat ik die kill niet op kan krijgen. Holy shit. Ik speel trouwens met de Annihilator, met de UV, de Counter UV en de Hellstorm missile. Het is de vraag of we het gaat halen. Want ja, aangezien we niet echt heel goed gaan at the moment. Ja, hoe kan hij dat zien dan? Ik wil even die... Oh, ik heb het geskipt. Man, ik snap het echt niet. We gaan 4 om 8, ouwe. Dit is... Een lekker begin, dat zeg ik. Een lekker begin is het halve werk. Maar dit is een kut begin, dus een kut werk. En dit ding heeft ook een recoil, jongens, zonder grip. Ik weet niet eens hoe het met grip schiet. Dat hebben we net unlocked ook. Dus ja, ik kon het ook eigenlijk niet weten. Maar ja, ik weet niet of het veel beter is. We zien het zo meteen wel. Alleen jullie helaas niet. Maar ja, dan moeten we maar een keer in de andere video gewoon weer met grip testen. Of dit wapen nog steeds zo goed is of niet. Oké, hij schiet wel echt chill, hoor. Hij schiet... Gewoon snel. En dat is chill. Want voor een submachine gun die snel schiet. En gewoon nog wel een beetje controleerbaar. Is dat wel echt chick. Chick. Zei je dat serieus? Ik probeer chick te zeggen. Maar oké, we maken er chick van, jongens. We maken er chick van. Nog één met de rug. 10 meter. Let nou eens op. UV en Counter UV zijn binnen. We gaan wat beter. 9 om 10 gelijk. Gelijk gewoon weer onze score opgehaald. Ik heb mijn Annihilator. Zullen we die even aangooien? Ik wil daar even een kill mee maken. Oké, ze zitten hier. Het gevecht speelt alleen maar daar af. Alleen maar. Oh. Hij spande daar. Ik zag het. Teammate, blok me niet. Lekker. Die is down. Spannen ze nog meer hier? Nee, teammates. Lekker. Oh. Ik loop om hoor. Ik denk dat ze hier komen. Dat dacht ik al. Oh. Teammates, teammates, teammates. Kut. Daar ging die. Oh! Onze Annihilator is op. We moeten weer met de HLX 4 gaan schieten. Dus hier, let's go. Maar dat ding is ook zo snel ouder. Leeg gewoon. We gaan even liggen. Oké, toont, get. Jongens, je wil niet weten hoe weak ik was. En ik had hem nog, hè. Ik had hem alsnog. Oh my god, kut, kut. Ik haat die dingen. Nee, de Cerberus is weer aanwezig in dit potje. Jongen, 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 jongen. De haat op de Cerberus is er weer. Nee, de Cerberus is zo'n kut ding om tegen te krijgen, man. Ik haat... Want dat ding is zo overpowered, man. Hij schiet me altijd dood. Echt altijd. Ik kan er gewoon niet voorbij lopen. Dat is gewoon onmogelijk. En ik ga hier dood. Ja, 3 man op mijn neus. Ja, teammates, kom op. We kunnen het nog makkelijk winnen. We staan maar 4 dingetjes doctex achter. Dus dit moet nog te doen zijn. Dat klikje, dat klikje. Oh mijn god. Dat klikje in dit kutwapen. Ik vind het echt niet zo'n chill wapen, hoor. Er komt er één. Kijk, zie je? Hoor je dat? Kijk, één kogel. Yo, yeah.
Hij kent me. Super dope, jongen. Zit in de video. Wacht even, er komt hier iemand aan. Laat me hem even killen. Of in ieder geval proberen te killen. Dankjewel. Sorry hoor. Maar oh my god, dit wapen, dat klikje, dat is zo... Je kan zeg maar niet tappen schieten. Dat is onmogelijk met dit wapen. Je moet van dichtbij kills gaan maken. Je moet sowieso, ja, de helft van je ammo leeg schieten, wil je een beetje een decent kill krijgen. Want ja, dat klikje, dat krijg je de hele tijd door als je je R1 loslaat. Daar schiet ik trouwens mee, de R1 knop. Anders ga je gewoon geen kill krijgen, mijn vriend. We hebben een hater, jongen, teammate, baas. Wat een gozer. Hij zit hem zelf te besturen. Kijk, hij ligt hier. Hij ligt hier op, of niet? Is dit hem? Deze guy bestuurt volgens mij zijn Zebrus. Of hij campt als de tering. Ja, hij bestuurt zijn Zebrus, dat dacht ik al. Dat is nog triest om je Zebrus zelf te besturen. Dat... Oh, dat klikje, dat klikje. Ik kan niet schieten. Dat klikje, man. Oh, dan kan je niet schieten. Oh, shit. Oh, even snel doorglazen. Ja, dat is zo echt. Dit wapen is zo... Ja, oké, okay, we hebben de helft, hoor. Even inroepen die handel. Kijk, in één keer zijn de rollen gewoon omgedraaid. En nu is onze team gewoon aan de macht. Gewoon, we lopen voor. Oké, hij is naar binnen. No shit, omdat er een vrat in de lucht hangt. Oké, we staan ook gewoon gelijk weer voor. In één klap. Echt lekker. Lekker, lekker picks. Lekker pinkies. Oh, daar. Oh, daar. Oh my god, die killsteal, ouwe. Cellen. Cellen, waarom die killsteal, bro? Oké, 61, 51 gaat het. We staan voor, dat is mooi. Dat is het doel natuurlijk om, no shit, te winnen. Maar, oh my god. Oh, dat klikje weer. Oh, dat klikje. Oh, we hebben dubbel kill. Oh, nice. Lekker pick. Ik zeg te vaak lekker pick. Sorry, jongens. Hé, hey, ik zou erop mee. Ik zou ermee ophouden. Pakken de annihilator erbij, jongens. Bam! Oké. Okay. Hij werd gekild door die fucking H60. Of hoe heet dat? Ja, H60 heet hij. Oh my god. Nee, hij heet hij anders. Hij heet de... Ja, hij heet... ja, je snapt wat ik bedoel. De H60 is... Oh my god, what the fuck? Kan er nog één mee killen, denk ik? Hallo? Bam! Oké, okay, nice. Lekker. Drie keeltjes opgepakt met dat ding. Want dat ding, ik ben er altijd heel erg scheef mee. Maar ja, deze keer was het goed uitgepakt voor ons. Countertje erin. Oeh, was dat iemand? Ik zag het niet goed. Ja. Nice. Oh, die recoil! Twee kogels, kut, reloaden. Waar zit die? Oh, nice teammate. Oh my god, dat ging echt bijna fout. Deze manneke killen. Beam, op je kaak. Deze fans neren en maaien. Ja, het gaat lekker. We hebben het een beetje doorgekregen hoe je met dit wapen moet spelen. Dus wat ik ook zeg, van dichtbij gewoon vol sprayen. Je hele ammo leeg pompen gewoon op die guy. Wil je echt een kill hebben die... Je kan niet schieten als hij dat reload geval doet. Dat is zo... Ja, ik vind het echt een raar systeem. Natuurlijk, het is ook een DLC wapen. Die moet gewoon wat anders zijn dan... Maar wat de heck, ouwe. Dit wapen kan er wel wat van, hoor. Ik zeg het je eerlijk. Hij kan er wel wat van. Ze komen allemaal viewen, let op. Kom dan ook. Oh my god. Ik wou hier drie man neer maaien. Gewoon. Daag. Ja, dat ding is sick hoor. Echt, die damage en hij is wel sterk. Maar dat tikje erin. Dat tikje. Dat tinkie. Dat is gewoon niet te doen. Ik vind dat echt... Je kan... Als je hier een nuke mee haalt... Vind ik dat best wel knap. Want ik zou dat niet kunnen. Persoonlijk zou ik niet met dit wapen zo goed overweg kunnen. Op zich, we gaan nu wel redelijk goed hoor. Voor dit wapen, vind ik. Ja, ja, ik vind het. Als je hier nuke mee haalt... Hé, hey, lekker pick, lekker bezig, jongen. Ik zeg het gewoon weer, maar dat is gewoon sick. Ik vind het echt... Dan heb je respect voor mij gekregen. Want ik zou het niet kunnen. Ik meen het serieus. Dit wapen, ik vind het... Natuurlijk, het is niet het slechtste wapen in de game. De LVC's overtreft dat natuurlijk tering veel harder. Ik weet, ik scheld te veel, hè, in mijn video's. Jongens, scheld ik te veel in de video's? Ik ben best wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Scheld ik te veel in mijn video's? Ja of de nee? Dan weet ik het beetje dat ik daarop moet letten. Want ja, tegenwoordig is YouTube zo van, yo, als jij scheldt in video's, geen adverteerders, jongen. Dan kan je op zout eigenlijk. Hij zit hier te campen. Daag, daag, lekker, lekker. Hop, meenemen. Maar ja, weet je, ik vind gewoon dat je kan zeggen wat je wil. Natuurlijk, je moet wel een beetje oppassen met je woordjes. Gaan we de final kill krijgen? En nee! Oh, oh ja, nee! Die fucking teammate zit... Oh, die teammate nakte me een kill nog even. Maar wel, 37 om 16. 5000 scoren. Holy shit. 20 confirms. Lekker gewoon voor de objective natuurlijk. Maar ja, de Halix 4 is natuurlijk een submachine gun die op zich te gebruiken is. Maar dat klikje, dat als je stopt met schieten, dat hij dan tsk-tsk doet. Ik snap ook niet waar van de logica is, want yo. I don't know. Maar ja, het is jammer, want ik vind het niet echt een chill wapen voor mezelf. Maar ja, we hebben er toch even een lekker potje mee neergezet. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet niet zeker dan te belonen met een duim omhoog. Super doof vinden. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Bye.
Later mensen.